8 jaar lang kwam het blad zo goed als elke maand uit. City Magazine, Maastricht en Regio. Tot nu, want de huidige editie is de laatste. Uitgever Peter van Horen komt vertellen waarom hij stopt. En ook aan tafel Vivian Reinders. Zij verzorgde de laatste jaren de redactionele verhalen in het blad. Beide welkom. Peter, waarom stop je met het blad? Waarom stop ik? Dat heeft te maken met de privésituatie door de kanker bij mijn vrouw die in juli is ontdekt. En dat je daardoor in een tweespalt komt van waar moet ik naartoe? Mm. Hoe moet ik verder? Wat wil ik nog en wat wil ik niet? En dan ga je de balans opmaken. En dan maak je de balans op in eerste instantie dat je denkt van ik doe volgend jaar nog 4 magazines door het jaar. Maar je merkt nu dat zeker door de impact van de kanker en ook de verzorging daarvoor en de begeleiding daarvoor zo'n wisseltrek tot mij dat heeft doen besluiten om daar een punt achter te zetten. Ik wil niet zeggen een punt in alles, want ik blijf wel nog de speciale magazines voor relaties blijf ik maken en fotoshoots. Maar regulier echt iedere maand een magazine uitgeven, dat zit er niet meer in. Nee, dat je nu als het ware de keuze hebt van dat je een opdracht kan aannemen of niet. En dat Precies. Je niet meer vastzit aan het maandelijkse stramien. Ja. Ja. Hoe is het met je vrouw nu? Na omstandigheden. Ze zit nu in de zware chemo's en die lopen nog tot eind van het jaar. En dan begint in januari de tweede chemo. En dan hopen we volgend jaar april de rit achter ons te hebben. En dan hopende dat we het positief kunnen afsluiten. Ja. Ja. Voelt het een beetje als een gedwongen pensioen? Het is een beetje dubbel. Van de ene kant, ik heb pensioen en je pensioen stel je dan anders voor op het moment dat je met pensioen gaat en dat je denkt van zo, nou gaan we, niet dat we de bloemetjes gaan buiten zetten, maar dat je andere dingen gaat doen wat je nog niet gedaan hebt. En ja, dat komt door deze gebeurtenissen eigenlijk op een hol te staan. Mm. Ik zei al, jij verzorgde de laatste jaren bijna alle redactionele verhalen in het blad. Nou, veel, niet bijna alle, maar wel heel veel inderdaad. Ja. En een column elke maand. De reden is duidelijk. Voor jou een grote teleurstelling dat het ophoudt? Ik wist dat Peter er wel over aan het denken was. Van misschien komend jaar dat ik terug ga naar 4 magazines. Dus daar had ik me wel een beetje op ingesteld dat het minder zou worden. Toen kwam de mededeling van dit is de laatste. En ik begrijp het natuurlijk volkomen. Maar ik heb het een jaar of 6 met ontzettend veel plezier gedaan. Eigenlijk zo vanuit het niks. Ik begon met een column. Ik weet nog dat ik Peter een mail stuurde van ik wil eigenlijk wat meer doen met mijn schrijverij. Ja, ik schrijf heel graag. Misschien kan ik voor jouw blad iets betekenen. Toen hebben we een gesprek gehad. Dan was ik meteen een klik. En toen zei Peter, begin met inderdaad eens met maandelijks een column. En toen na een jaar zei ik van, ik heb dat ik heb een stuk of 10-12 columns mogen schrijven. Mm. Eigenlijk zou ik wel wat meer worden. En toen zei Peter, ik maak jou redactrice, zo vanuit het niks. Ik zei, maar dat kan ik niet. Jawel, dat kun je wel, dat ga je gewoon doen. En ik ben het dus inderdaad gewoon gaan doen. Ja. Dus ik vond het wel fantastisch om die kans gekregen te hebben, want mijn beroep is leerkracht op een basisschool en ik vind schrijven gewoon heel erg leuk. En als dan iemand tegen je zegt van, je wordt redactrice, je gaat het gewoon doen. Ik vond het wel een eer en een sprong in het diepe waarvan ik ontdekte van, ik vind het wel heel erg leuk. Ja, ja. Jij dacht Peter, die basisschoolleerkracht die kan ook goed schrijven. ik vond sowieso al, als je daadwerkelijk de potentie hebt om een goede column te kunnen schrijven. En ik weet nog dat ik de eerste keer vroeg aan Vivian voor de politieke reportages waar ze voor die te schrijven, waar ze ontiegelijk van schrok. In eerste instantie. Ja. Ik ken niet dat oog. Ja, dat kent Stieg. En al gaande in de rit merk je de verhalen, of het over een CDA was, of PvdA, of PVM, of welke reportage dan ook, seniorpartij. Ja, ze voelden zich als een vis in het water om die verhalen te maken. En natuurlijk in het begin was dat een beetje heel veel informatie. En je moet dat samenbrengen tot een goed verhaal. En dan kwam ik dan nog eens overheen tot ik zei van het verhaal mag maar 500 of 750 woorden worden. En dan moet het in. Toen zei hij, mijn god, wie moet het dan allemaal erin krijgen? Ja. Weet waar? Dan had ik een verhaal van 1500 woorden. Ja. En dan mocht er dan eigenlijk maar 750 zijn of zo. Ja, daar heb ik al heel veel van geleerd om de kunst van het weglaten. De kunst van het weglaten. Ja. Ja. Ik zei, boemer, nu mijn foto's toch zitten. Dat had toch wel zo'n laag. Dat kan er van niet doen. Ik kon de leugen aan het lezen. Dat kon de leugen aan het lezen. Ja. Dat is te laag. Dat moet korter. Dat had ook te maken met de ontwikkeling wat ze daarin zelf doormaakten. En op een gegeven moment was dat gewoon, was er al meteen bij het eerstvolgende checklist 400 euro of 750. Wat moet ik gewoon houden? Nou, doe maar 750. En dan ging dat goed. Ja. En dat heeft zich goed gezet al in de jaren.
Ja, en een van de terugkerende repos die jij elke maand had, was In Bed Met. Ja, ja. 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 Het was een idee van Peter. Van nou, we gaan bij gasten slaapcomfort gaan we een interview houden in een bed. Nou, de eerste keer dacht ik eigenlijk van, oh, waar ga ik me nu voor lenen? En volgens mij was Bastiaan Klomp de eerste, geloof ik. Die was toen net Prins Carnaval geweest. En volgens mij hadden we toen in maart of zo, of april was de eerste keer. En lag ik daar met Bastiaan Klomp in zo'n prachtig bed in de etalage bij gasten ook. Ja, ja, ja. Dus dat voelde wel wat ongemakkelijk, maar van de andere kant ook wel heel leuk. En op een gegeven moment zijn we wel overgestapt om de reportages buiten het bed, zal ik maar zeggen, de interviews buiten het bed en de foto's in het bed. Niet iedereen vond dat even prettig. Mm. En je merkte ook bij sommige mensen is het gewoon heel makkelijk. Je stapt in dat bed en je hebt een heel leuk gesprek. Maar dat werkt niet bij iedereen. Nee. Maar dat waren wel hele leuke reportages. En heel afwisselend ook. We hebben echt met mannen, vrouwen uit allerlei beroepen. Bij sommigen hoefde je maar één vraag te stellen en er rolde een heel levensverhaal uit. En anderen moesten er wat meer aan trekken. Maar het waren altijd hele mooie reportages. Wie was de meest aangename bedpartner? De meest hilarische was denk ik van communicatiebureau Tactiek. Dat was al heel leuk. Dat was met z'n tweeën. Ja. Dus zat ik daar tussen twee heren in een bed. Dat was leuk. En Ton Harmes van Boekhandel Dominicanen, omdat hij zo'n geweldige verteller is. Ja. Dat was echt. Ik merkte gewoon, dan merk je op een gegeven moment zelf dat je er niet meer als interviewer naast zit. Maar ja, je zit echt gewoon te luisteren. Want die man kan gewoon prachtig vertellen. Ja, ja, ja. Ja, Peter, jij schoof. Volgens mij was het eerder dit jaar, of het was aan het eind van vorig jaar ook aan, om te vertellen over je 75ste uitgave. Ja. Ja, je had misschien niet gedacht dat je een jaar later met slecht nieuws, als het ware, hier zou zitten. Wat is in de bekende vraag die je dan krijgt, wat is in 8 jaar City Magazine wat jou betreft het hoogtepunt? Oh, dat is een moeilijke vraag. Het hoogtepunt vond ik in zoverre. Nou, het zijn verschillende hoogtepunten geweest. Ik heb met veel trots en veel samenwerking in dat tijd ook de Ironman Maastricht kunnen begeleiden op basis van brochures te maken en de bijlagen te maken. Maar ook de samenwerking met het centrummanagement, de gemeente Maastricht en dat soort dingen meer. Ja, daar was ik best wel trots op om daar een bijdrage in te kunnen leveren. Mm. Wat mij wel bijgebleven is in die tijd, dat ondanks de corona van 2 jaar... we toch ook bijvoorbeeld met In Bed Met alles hebben kunnen doorzetten op een maand na, bij wijze van spreken, tot je niet kon uitkomen omdat gewoon alles ook gesloten was. Ja. Dat we toch de continuïteit hebben kunnen opzoeken om toch iedere maand met het magazine uit te komen, dankzij de medewerker van je vaste relaties, die mij in ieder geval de jus hebben gegeven om het te kunnen doorzetten. Ja, en dat zijn we dit soort reportages in bed met. Bijvoorbeeld in coronatijd hebben we die gedaan, dat we echte bedden met een meter uit elkaar moesten zetten. Aan de uiterste kant. En uiterste kant. Ja. Dus dat was ook creatief, maar je ging gewoon door met datgene wat je kon doen. En buiten, heel veel interviews hebben we ook buiten gedaan. Ja. Ja, en buiten, toen we buiten zaten. In de regen, in de regen. Oh, dat we toch op die manier. Het mooiste was wat we toen meegemaakt hebben, toen we toen in de regen stonden bij de Sphinx. En toen we naar binnen zijn gegaan bij Loods 5. Loods 5. Ja. En we gingen naar binnen toe om het interview verder door te zetten. En binnen 5 minuten hadden we medewerkers ook aan de tafel staan. Dat mocht niet, hè? Dat mocht niet. Wat zijn jullie hier aan het doen? Dan moeten jullie toestemming voor hebben, blablabla. Bla, bla. Ja. En toen zijn we weer naar buiten gegaan. Zijn we onder het afdak gaan staan om het interview af te maken. Ja, klopt. Ja. Ja, je wordt creatief wat dat betreft. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Waar ga jij nu met je schrijfkunsten naartoe als je niet meer dat kan etaleren in City Magazine? Ik hoop op een nieuw plekje. Ik wil daar gewoon op mijn gemak naar op zoek gaan. Ik had op Facebook wel gezet en iedereen heeft het stuk van Peter gelezen. Want het is het laatste magazine. Ik heb er zelf ook nog mijn laatste column opgezet. Ik kreeg heel veel reacties. Mm. Iedereen zegt blijf gewoon schrijven en zet het op Facebook. Ja. Ik vind het ook wel heel leuk om toch in een of ander papieren magazine nog iets te mogen doen. Ik zie het wel. Ik heb op dit moment toch nog wel wat schrijfwerk. Er is me gevraagd om een boekje over het leven van Sint-Servaas te schrijven voor in de lespakketten voor de basisschool in Maastricht voor de heiligdomsvaart in 2025. Dat vind ik een hele eer dat ik dat mag doen.
Maar daar moet je ook een hele studie van maken. Want ja, ik weet wie Saint Servaas was. Maar om nou zomaar even te kunnen vertellen over zijn leven. En dat dan te vertalen naar een boekje voor basisschoolkinderen. Gelinkt aan het thema van de heiligdomsvaart. Wees een bruggenbouwer. Ja, daar moet ik wel eerst een behoorlijke studie voor doen. Dus ik ga me zeker niet vervelen. Maar ik hoop wel om mijn columns, daar had ik wel heel veel plezier aan, om die te kunnen blijven delen met de lezers die dat waarderen. Ja. Ja. En ook gewoon voor mezelf, omdat ik het leuk vind. Ja. Ja. Ja, Peter, weer iets van geprinte media dat verdwijnt. Ja. Ja. Dat wordt steeds minder. Ja. Dat is, je merkt toch ook wel in de ontwikkeling in de media, dat, dat hebben we ook al in de vorige uitzending over, die digitalisering die zet verder door met Facebook, met Instagram en dat soort dingen meer. En dan wordt wel eens tegen mij gezegd, ja, jij bent echt nog van de oude lichting van die mensen, en dus een uitstervend ras die daadwerkelijk maandelijks een magazine maken. Ik denk dat dat steeds minder gaat worden, dat klopt. Ja, ja. En daar zullen ons nog maar weinig over blijven. Dat is ook ten teken destijds. En ja, dat is voor mij ook een moment, zeker door de omstandigheden nu, dat je zegt van, we zetten daar een punt achter. Van de andere kant is het ook zo dat ik nog wel benaderd word voor magazines te maken voor bedrijven. En dat blijf ik met heel veel plezier, blijf ik dat natuurlijk nog doen de komende jaren. Ja, ja. Ja. Peter, ik ga jou veel sterkte en ook jouw vrouw wensen. Ja, dankjewel. Kom er goed uit met z'n tweeën. Ja. En ook Vivian, bedankt voor je toelichting. Ja, ook bedankt. Ja.